En natuurlijk, je ziet ook overal hele mooie foto's met glas en dan allemaal wortels erin. En het ziet er echt super fantastisch uit. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Plantenstekjes. Ik ben Anoushka en vandaag ga ik wat vertellen over planten op water laten groeien. In onze groep Plantenstekjes Ruil merken we dat er best wel veel vragen over komen, dat veel mensen willen proberen. En natuurlijk, je ziet ook overal hele mooie foto's met glas en dan allemaal wortels erin en het ziet er echt super fantastisch uit. Maar je moet natuurlijk wel op een aantal dingen letten om je plant ook echt gelukkig en gezond te houden. Dus daar gaat deze video over. Sommige planten, zoals deze Philodendron Atom en de Anthurium, die kunnen eigenlijk heel goed gewoon op water overleven. Maar dan moet je ze natuurlijk wel regelmatig vloeibare plantenvoeding geven. Want normaal gesproken halen ze dat eten zeg maar uit de potgrond en die hebben ze dan niet. Maar verder kunnen ze dat eigenlijk best heel goed aan. Als je dat wil, dan moet je de plant uit de aarde halen, goed schoonspoelen. Kijken of de wortels allemaal goed in orde zijn. En vervolgens kun je hem op water zetten. En op een plek zetten waar de wortels niet direct helemaal fel in het zonlicht zitten. Want dat vindt geen enkele plant fijn. Dus dat zou echt prima kunnen. Maar wat je natuurlijk ook kan doen, is gewoon stekjes op water zetten. In elk geval zolang als dat ze nog wortels aan het ontwikkelen zijn. Dan heb je toch plant op water en de meeste planten kunnen dat wel aan. Er zijn twee uitzonderingen. Ik zou zelf geen cactussen, ook geen lidcactus op water kweken. Want dat, ja, daar zijn ze, houden ze gewoon niet zo heel erg van. En ook geen vetplanten, want de kans op rot is dan gewoon super groot. Ook al weet ik dat sommige mensen het wel doen, maar ik zou dat zelf nooit doen. Een paar voorbeelden hier. Daarnaast kun je ook gewoon keukenkruiden, kunnen heel goed op water en dat ziet er ook super leuk uit. Dit is een tuinplantje. Dit is een vlinderstruik en dat stekje heb ik gekregen. En zoals je ziet is hij echt mooie worteltjes aan het ontwikkelen. Dus dat gaat wel goed en hij heeft ook al nieuwe blaadjes gekregen in het potje. Dus die kan goed op water stekken. Nou, daarnaast de Peperomia, die doet dat gewoon goed. Daar hebben we een andere video over gemaakt, die straks ook in beeld komt. Daarnaast doe ik de Gaslelie, dat gaat ook gewoon echt prima. En dit is een suikerdruifje. En zo'n stengelstek, dat gaat ook goed. Hij is nu zijn eerste worteltjes aan het maken. En het leuke hiervan is dat je natuurlijk sowieso wil je dat die stekjes wortels maken. En als je dan in doorzichtig glas doet, dan kan je het proces ook helemaal volgen. Dus dat is eigenlijk wel net zo leuk. En ik vind op zich, hoewel deze planten ook gewoon goed op water kunnen, vind ik het toch altijd een heel klein beetje een risico. Het ziet er vooral heel erg mooi uit, zeg maar. Maar of het voor de plant echt het allerfijnste is, dat weet ik niet zeker. Maar die stekjes die moeten toch wortelen, dus dat is een beetje een safe option om dan toch je plant op water te hebben. Waar moet je nog meer op letten? Als je je stekjes op water gaat zetten, dan moet je eerst kijken waar de worteltjes uit kunnen komen natuurlijk. Want als jij een stuk onder water dompelt wat helemaal niet, geen wortels gaat aanmaken, dat heeft natuurlijk niet zoveel zin. Bij deze kan je hem gewoon afsnijden zeg maar, met de snoeischaar en dan groeien de wortels uit het oude wondje, het dichte wondje. En dat is ook voor deze zo. De graslelie hoeft helemaal eigenlijk niet afgeknipt, want die maakt babytjes op een soort van uitloper. En die babytjes kan je er gewoon afhalen. Bij deze groeien de worteltjes uit het puntje waar eerst blaadjes zaten. Dus die knip je af. En vervolgens haal je de blaadjes eraf en dan moet dat stukje waar die blaadjes zaten, die onderste, moet goed onder water. Want aan de onderkant van het stekje zullen helemaal geen wortels groeien. Dus als ik hem nou gewoon zo had gezet in water, dan was het tamelijk kansloos geweest. Dus je moet van tevoren goed bedenken waar de wortels uit moeten gaan groeien en dat het goed onder water staat. Iets anders waar je op moet letten, is dat je het water regelmatig ververst. Dus zoals je bij deze ziet, deze moet ik nog een beetje schoonmaken. Er komt een soort van doorzichtig laagje om de wortels heen op een gegeven moment. En dat zijn eigenlijk bacteriën en rommel en zo. Dus af en toe moet je je plantje eruit halen, goed schoonspoelen, schoon water erin. Soms ook je vaasje even goed schoonmaken. Dan gaat het allemaal goed. Zet ze ook niet in direct zonlicht. Dan heb je natuurlijk heel veel kans op algengroei. En dat is voor die plantjes ook helemaal niet super fijn. Dus gewoon op een lichte plek, maar niet te warm, niet te veel zonlicht. Bij ons staan ze meestal in de badkamer, de stekjes. Dat is een goede plek om ze op te kweken en gelukkig te houden. Dit is alweer het einde van deze video.
Vond je deze informatie nuttig en wil je meer van onze video's zien? Vergeet je dan niet hieronder te abonneren. Dat is natuurlijk gratis en dan zie je elke keer als er een nieuwe video online komt. En wil je meer weten over deze plant, de Peperomia, hoe je die kan stekken? Klik dan op deze video. En wil je meer weten over het stekken van de graslelie? Klik dan op deze video. Tot de volgende keer. Doei!